Goedemorgen klas, vandaag gaan we verder met katoennijverheid. We hebben vorige week al gezien dat Indië de bakermat van de katoennijverheid was. Goedemorgen Jens, weer te laat zoals altijd. Is uw agenda ondertekend? Mijn jongen, agenda, wie is er dan nu nog? Doet er niet toe, probeer gewoon op te letten. Wil je dat nog allemaal een keer herhalen? Ik doe het wel gewoon. Dus Indië, bakermat van de katoennijverheid. In 1300 was het de Indische katoen bekend over heel de wereld. Het kende pas zijn echte doorbraak in Europa in de 17e eeuw. En dat kwam eigenlijk omdat katoen was veel goedkoper dan vlas en wol. En het was daarnaast ook nog veel aangenamer om te dragen. In de tijden van de Industriële Revolutie, dus de 18e eeuw, hebben we gezien dat de katoennijverheid in plaats van handelsindustrie, fabrieksindustrie werd. Celine, kan je mij misschien bijlichten wat ik hiermee bedoel? Shopping. Het heeft er inderdaad op een manier wel mee te maken. De huisindustrie hield eigenlijk in dat de boeren als bijverdiensten hun boerinnen katoen lieten spinnen tot kleren. Hoe dat ze dan aan de handelaars verkochten om zo een heel klein beetje geld te verdienen. Maar tijdens de Industriële Revolutie werden er veel uitvindingen gedaan. Daar gaan we straks nog wat uitgebreider over ingaan. Maar dus door die uitvindingen kon de katoen veel vlugger gesponnen worden. Daarom ging men over naar fabrieken, waar we in een groot verband vlugger kleding konden worden gemaakt, dus ook meer aan shopping kon worden gedaan. En interesseert u niet, Jens? Ik zal mij net wat anders proberen aannemen. Flipping the classroom, kunnen we zeggen. We zullen naar een filmpje kijken over de vliegende reporter. Ik heb het al gekeken, het is heel interessant. En dan daarna kunnen we samen vragen erover oplossen. Goedenavond, beste kijkers. Ik ben hier in de Academie van Cultuur samen met professor De Kleire. Goedenavond. Beste mevrouw De Kleire, wat kan u mij meer vertellen over de industrie? Met name de katoenindustrie tijdens de Industriële Revolutie. Wel, het is zeer belangrijk om te weten dat Engeland werkelijk het katoencentrum van Europa was. Het had deze belangrijke positie binnen de katoensector overgenomen van Indië. En hoe is die grote katoennijverheid dan tot bij ons gekomen? Wel, u moet weten dat het Engels succes niet lang onopgemerkt bleef. En zo is eigenlijk de textielindustrie overgewaaid naar onze landen. En met name naar Gent. Gent was een van de belangrijkste textielsteden van België. Het werd dan ook al snel het Manchester van het vasteland genoemd. Dat is een indrukwekkende naam. Ja, dat is het zeker. Eigenlijk deed de Belgische textielindustrie het wel goed. We kunnen de geschiedenis van de Belgische textielindustrie opdelen in drie belangrijke periodes. En de eerste is de periode wanneer België onder het Frans bewind staat. Onder het Frans bewind werd namelijk de interregionale tolheffing afgeschaft, waardoor eigenlijk Belgisch textiel een grote interne afzetmarkt kreeg. Daarnaast werd ook de import van Engels textiel verboden, waardoor eigenlijk het Belgisch textiel al een concurrent minder had. Natuurlijk bracht dat ook wel smokkelacties op gang en die konden dan Engels textiel verkopen aan een lagere prijs. Dat was dan onder het Frans bewind. Wat is er daarna gebeurd? Wel, daarna kwam België onder het Nederlands bewind. En het Nederlands bewind had eigenlijk een heel goed oog voor de Belgische katoenindustrie. En dat zorgde eigenlijk voor een bloeiperiode van de textielindustrie in de 19e eeuw. In deze periode werd ook vrijwel al het katoen geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Zij bepaalden dan ook de katoenprijs. Wel zien we een dalende trend in de katoenprijs, maar dat is nu niet van belang. We zien ook dat eigenlijk de Belgische textielindustrie een grote technische inhaalbeweging maakt en zo eigenlijk bijna gelijkwaardig wordt aan de Engelse. Dat is wel iets zeer moois. Onder het Nederlands bewind zag het er dus redelijk goed uit. Na het Nederlands bewind, was het dan de onafhankelijkheid van België? Jazeker. En deze onafhankelijkheid had wel een beetje een slechte invloed op de Belgische textielindustrie. Want Nederland werd natuurlijk een beetje vijandig, zal ik het maar noemen, ten opzichte van België. België werd ook afgesloten van
Nederlands-Indië. Er werd ook tol geheven op de Westerschelde, waardoor de schepen die eigenlijk Antwerpen wouden binnenvaren, tol moesten betalen op de ingevoerde producten. Speelde de protectionistische aanpak van de buurlanden een grote rol. Dit betekende namelijk dat er minder export kon plaatsvinden. Daarnaast had België ook niet zo'n grote afzetmarkt voor zijn producten. Of toch alleszins niet zoals Engeland die had. En dit zorgde eigenlijk toch wel voor een negatief effect op de katoennijverheid. Maar in het algemeen zien we wel nog dat de export blijft stijgen. De import ook, maar dit waren dan andere producten. Eigenlijk katoen van een veel hogere kwaliteit die men hier in België niet kon produceren. Maar dus over het algemeen ging het wel nog goed met de Belgische textielindustrie. Dus ik mag eigenlijk wel besluiten dat de geschiedenis van de katoenindustrie hier in België rooskleurig was en de omstandigheden waren dan wel goed? Wel, we moeten dat natuurlijk ook een beetje nuanceren. Er waren veel crisissen die daarna ook wel opgevolgd werden door een bloeiperiode. Maar het was zeker geen gemakkelijke tijd en ook niet voor de arbeiders. Zij moesten vaak lange dagen werken en niet alleen de man moest gaan werken, maar ook vrouw en kinderen. En voor heel lage lonen. Het was echt wel een zwaar leven in die tijd. Ja, dat kan ik me best voorstellen. Wel, heel erg bedankt voor al uw informatie en dan gaan we nu verder naar het nieuws. Volgens mij was de video met de vliegende reporter nog een interessante video. Denken jullie ook niet? God, wat saai. Wat een reportertje. Ja, alsjeblieft zeg. Let eens op je taal. Doe ze niet toe. Het was zeer interessant. Ik ga heel veel dingen daarvan vragen aan de toets. Maar we gaan nu het laatste onderwerp aanhalen waar de uitvindingen die zijn ook te kennen. In 1733 werd de schietspoel uitgevonden. Dat is een houten blok waarmee de inslaggaren in de stof heel snel kunnen aangebracht worden. In 1764 werd de spinmachine uitgevonden. Oh! En. Céline! De spinmachine die zorgde ervoor dat de vezels heel vlug sterke draden hadden. Beide machines werkte nog niet op stoom, zoals jullie misschien zouden denken. In 1769 had Richard Arkwright het idee om de spinmachine en de schietspoel aan te drijven met de energie van een waterrad. Oh ja. Jens, wil jij mij vertellen wat er is gebeurd in 1769? Oh, 69. Dat kleutergedrag van jou, dat hoor je mond. Gaan we de volgende keer in het OLC de clown gaan uithangen. We gaan verder. In 1789 werd de weefmachine uitgevonden en dat was uiteindelijk de weefgetouw. Dat werkte via de werking van een stoommachine. Alles kon hierdoor veel sneller geproduceerd worden, waardoor de kleding goedkoper kon verkocht worden en waardoor de afzet bleef stijgen. Is er een probleem met de manier dat ik les geef, misschien Jens? Ja, het is saai. Is het saai? Is het saai? Baby, is geen probleem, dan ga ik je mee. Ik kom niet alleen, ik heb een beetje getouw. Als je weet wil spinnen, is geen probleem, dan ga ik je mee. Ik kom niet alleen, want ik heb een spinmachine. Als je weet wil werken en je belt mijn nummer, dan mag je wel komen, want ik ben flexibel. Nu sta je voor een machine, nu sta je voor een spiegel. Ik kan niet voor je liegen, want je gaat niet verdienen. Ga je de hoogte tempo op de zweet, de hoogte halve vingers, ik voel me niet lekker. Schoenen niet geslapen, niet verdiend en fuck dat weg. We zijn arbeidsrecht, nu stel ik geld en krijg factuur. Je baas is gek gehouden, maar met nu wil je ons huur. Als je niet wil verdienen is het geen probleem, dan mag je erheen. Je bent niet alleen, want we hebben kantoor.
Als je niet iets wil verdienen,